Nadat de politie het pand leeg aan de eigenaar had opgeleverd, zagen de krakers hun kans schoon de woning opnieuw in te nemen. Hallo, mogen wij binnenkomen? Nee. Zou je misschien iemand kunnen roepen die met ons zou willen praten? Ik zal even iemand halen. Toen de ontruiming gistermorgen begon, waren er maar 2 krakers in het pand aanwezig. De uitzetting door de politie verliep dan ook zonder problemen. Die kwamen aan de deur en die hebben zich naar binnen weten te wurmen. En vervolgens is het pand inderdaad daadwerkelijk ontruimd. Daarna heeft men geprobeerd het dicht te spijkeren als anti-kraakmaatregel. En toen hebben we besloten om het terug te kraken. Rond 8 uur gisteravond namen de krakers met 50 man versterking het pand opnieuw in. Een triomf voor de bezetters, de buurt is minder blij. Ik ben er niet enthousiast over. Want het draagt weinig bij aan de sfeer hier, hier direct in de straat. Ook het hotel tegenover het pand ziet de krakers liever gaan dan komen. Het pand ziet er niet uit en voor de gast is het ook niet zo leuk, niet zo fraai. Maar volgens de krakers was het volledig terecht dat zij het pand opnieuw innamen. De eigenaar vastgoed Kronenberg doet al jaren niets met het gebouw. Hij zegt al 5 jaar lang dat hij wat mee wil gaan doen, dat is nog steeds niet gebeurd. We zien niet waarom dat nou al plotseling wel het geval zal zijn. Dus in feite in die 5 jaar nog niks veranderd. De eigenaar heeft bij de rechtbank opnieuw ontruiming van het pand aangevraagd.